Welkom in Bloomberg. Althans, wat er van Bloomberg over is. Bloomberg is namelijk compleet gesloopt door mijn gestoorde fan. Omdat hij ruzie heeft met Torben, zijn gestoorde fan. En over die fan gesproken, daarvan heb ik zijn geheime basis gevonden. En vandaag ga ik die hele geheime basis van die gestoorde fan van Torben slopen. Of nou ja, ik ga het niet slopen. Ik ga die gestoorde fan namelijk terugtrollen. Want kijk even wat hij met mijn huis heeft gedaan. Mijn hele huis is gewoon kapot gemaakt door die gestoorde fan van Torben. En over Torben gesproken. Torben en ik hebben samen de Ender Dragon verslagen. Alleen daarna heb ik hem niet meer gesproken. Dus ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Ik heb zelfs een beetje het idee dat hij misschien aan het samenwerken is weer met zijn gestoorde fan. Maar ik weet het niet. Laat even in de reacties weten wat jullie denken. En dan ook al is één van jullie die gestoorde fan. Het is ingewikkeld, oké? Oké, maar ik zal dus even laten zien waar die basis is. Die basis, die heb ik dus hierboven gezien. En ik neem deze video dus op voordat de video online staat. Dat ik dus de basis van deze fan heb gevonden. Dus die fan weet als het goed is helemaal niet dat ik er ben. En kijk dan. Hier allemaal hoofdjes van Torben. Wat ik sowieso al best wel eng vind of zo. En dan vindt Torben mijn held. En dan hier slaapt die fan waarschijnlijk. Maar hij heeft een kist vol met TNT. En dat is een probleem. Want dit TNT is namelijk bedoeld voor mijn huis. Alleen ik ga het gebruiken voor wat anders. Oké, en er zijn een aantal dingen die ik nodig heb. Ik wil namelijk als de fan hier gewoon zo naar binnen komt. Dan opent hij een chest van boom. Dan moet eigenlijk alles ontploffen. En dan hopelijk gaat die fan dood. Hopelijk zijn al zijn goede spullen weg. En is de fan van Torben in ieder geval al een beetje uitgeschakeld. En een van jullie, dus een van mijn fans, die is dus de hele tijd Torben aan het trollen. En jij moet daar ook mee stoppen, oké? Laat in de reacties even weten of jij het bent. Want dan stuur ik je gewoon even een berichtje privé, oké? Dat je moet stoppen, want dat is gewoon echt niet leuk. Want heel Bloomberg gaat kapot. En eigenlijk willen Torben en ik Bloomberg weer samen opbouwen. Maar dat gaat nu niet, want alles wat wij bouwen, dat wordt letterlijk weer gesloopt. Oké, ik heb een aantal dingen nodig. Ik heb hout nodig. Nou, ik heb hier een boom. Ik heb trouwens ook helemaal geen axe. Misschien is het handig dat ik even een axe ga maken. Dus ik ga even naar de geheime basis toe. En dan ga ik die even maken. Oké, ik ben aangekomen in de geheime basis. En ik heb hier, als het goed is, iron ergens. Hallo. Oh, ik heb gewoon iron in mijn inventory. Zo dom. En dan heb ik hier wat hout nodig. En met dat hout maak ik eventjes wat sticks. Kijk, op deze manier. Zo. Nee, op deze manier. Zo. Oké, dan pak ik hier even wat hout. En dan maak ik ook even meteen wat sticks. En als het goed is, moet ik nu dit doen. Dit en dit. En dan krijg ik een tripwire. En dan hier zit een kist in de kist. En dan weet ik het niet zeker, maar dan moet ik dit... Ja! Kijk, dan krijg ik een trap chest. En dit is dus precies wat ik nodig heb. Kijk, eentje is genoeg, denk ik. Ik heb er eigenlijk meerdere nodig. En die ga ik dus gebruiken om neer te zetten bij die base. Dus dan opent hij zijn kist en dan boom, ontploft echt alles. En hallo, wat... Hallo, heb jij dat opgehangen? Kan ik met jou wat ruilen? Nee, dit boeit me allemaal niet. Waarschijnlijk ben jij gewoon een spion. Dus jij, even weg, oké? Die lama is wel lief, die mag blijven. En wat is dit? Er hangt hier weer een boekje. Wat zit er nou weer in? We weten dat jullie samenwerken. We gaan jullie base vinden en Bloomberg wordt van ons... Huh? Nu snap ik er helemaal niks meer van. We weten dat jullie... Wie is we? Is dat mijn fan? Is dat Tormus' fan? Ik snap er helemaal niks meer van. Oké, ik neem sowieso al die boekjes mee. Ook de boekjes van de vorige keer. En die ga ik allemaal even aan Torben ook laten zien. Oké, ik snap er oprecht helemaal niks meer van. Maar dat maakt niet uit. Het is alsnog tijd om gewoon even die fan te gaan trollen. En dan zie ik vanzelf al wat er allemaal gaat gebeuren. Eén ding weet ik wel. Als die base van die fan helemaal ontploft, dan moet ik zo snel mogelijk Toby vinden. Anders gaat Toby eraan. En dat wil ik niet. Oké, hoe ga ik dit slim doen zonder dat het opvalt? Ik denk dat ik dus niet heel veel TNT nodig heb. Volgens mij als ik hier TNT plaats... Wacht, ik moet het eigenlijk eerst testen, want ik weet het niet eens zeker. Ik moet even kijken hoe dit werkt, want anders werkt het natuurlijk helemaal niet. Waar kan ik dit het best testen? Kijk, er staat weer een oranje schaap. Wegwezen schaap, doei. Ik ga het gewoon hierboven aan de berg even testen. Oké, als ik dus hier TNT neerzet, zo. En dan een blokje erboven. En daarop een kist en dan... openmaken. Dan gaat die als het goed is ontploffen. 3, 2, 1. Ja, oké. Dat werkt. Oké, nu heb ik een probleem. Ik heb geen kist meer. Ik denk dat het sowieso slimmer was om eerst even twee kisten te maken. Auw. Anders valt het op dat er opeens maar random één kist staat. En ik heb trouwens nog steeds geen axe gemaakt. Dat moet ik even doen. Zo, crafting table. Ik zet die gewoon even hier neer. En hoppakee, dit had ik nodig. En dan heb ik een beetje hout nodig. En dan kan ik even twee kisten maken. En dan is het eindelijk tijd om die troll te gaan neerzetten. En ik hoop zo dat het gaat werken. Oké, zo. En dan even twee kisten maken. Zo. En ik heb een nieuwe tripwire nodig. Dat maakte ik op deze manier. Kijk, oké, dit is perfect. En dan twee kisten. En dan deze twee. En dan heb ik twee trap
de chest. En ik denk dat ik gewoon zo'n gigantische ontploffing wil hebben. Dat die fan 100% zeker dood is. En dat dan al zijn spullen ook nog eens zijn ontploft. Dat zou wel heel slim zijn. Eigenlijk zou ik ook nog lava eronder moeten zetten. Zodat als die ontploft, dat die daarna in het lava valt. Dat is ook wel slim om te doen. Oké, alleen daarvoor heb ik lava nodig. Waar kom ik nou weer aan lava? Ligt er niet ergens lava in Blue? Oh ja, hier ligt lava. Oh, dit is leuk. Ik ga gewoon het lava gebruiken. Wat die fan heeft gebruikt om mij mee te trollen. Dit is perfect. Dan troll ik hem gewoon met zijn eigen lava. Dan weet ik zeker dat al zijn spullen kapot zijn. Als hij er natuurlijk intrapt. Oké, ik heb 4 buckets. Dat is denk ik wel genoeg. En dan valt het natuurlijk wel op dat dat lava weg is. Maar hij weet natuurlijk niet waar ik dat lava heb gelaten. Kijk, dit is perfect. En dan ruim ik ook meteen mijn huis op. Want als ze die fans eenmaal hebben verslagen en ze zijn van de server af. Oh, auw, ik sta in de fik. Dat is niet de bedoeling. Dan wil ik sowieso mijn huis weer gaan repareren. Oké, we hebben nu 4 buckets of lava. Dit is echt perfect. Alleen waar was de ingang van die basis ook alweer? Was dat hier? Dat was... Nee, niet hier. Huh? Dat was hier. Kijk eens aan. Dit is echt een perfect plan. Oké, alle TNT moet even weg. En hier moet ik eigenlijk gewoon één grote ruimte maken. En dit ga ik dus vullen met lava. Kijk, precies zo hier onder die kisten moet allemaal lava komen. Zodat die gewoon in de lava valt. Kijk, hier een bucket lava. En dan hier een bucket lava. Ik moet uitkijken dat ik zelf niet dood ga trouwens. Hier een bucket. En hier nog een bucket. En oh nee, nee, dit is dom. Dit is dom, dit is dom. Au, 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 au. Het idee is duidelijk. Er is hier lava. Oké, en eenmaal terug in de base moet ik dit dus eventjes... nee, hoe moet ik dit slim doen? Kijk, hier boven moet TNT komen. Kijk, hier wat TNT. Ik denk dat dit op zich nog wel genoeg is. Ik denk dat ik dat andere TNT gewoon ga bewaren. En dan hier zet ik dat white concrete weer neer. Dan haal ik deze kisten weg. En dan als ik deze hier neerzet... Dan als het goed is, als ik hem nu open, ontploft het. Alleen, ik kan er natuurlijk niks in doen. Oké, ik denk dat het nu werkt. Ik hoop het in ieder geval. En nu kan ik 2 dingen doen. Of ik kan wachten tot de fan online komt en ik kan kijken of het werkt. Of ik kan gewoon offline gaan en dan kijken of iedereen zegt, nee, ik heb een idee. Ik moet een verstopplek zien te vinden en dan moet ik gewoon kijken en wachten tot die fan online komt en dan kijken of het gaat werken. Dit is echt perfect. Ik denk dat ik gewoon wat is een slimme plek? Ik denk dat ik gewoon hier zo ga zitten en dan ga ik gewoon wachten tot die fan naar binnen loopt. Hij moet een keer online komen. En ik ga bijna dood van de honger. Misschien slim als ik ook even eet. Oh mijn god. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Dit is de eerste keer dat ik die fan in het echt zie. Oké, ik hoop zo dat dit gaat werken. Dit is dus die fan van Torben. Hij mag mij niet zien. Hij mag mij niet zien. Ik wil zien of het werkt. Oké, hij gaat naar beneden. Alsjeblieft. Ja, ja, ik hoor TNT. Ik hoor TNT. Ja, 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 ja. Ja, ja. Let's go. Oké, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oké, de troll is gelukt. Dit is echt perfect. En trouwens, heeft het wel gewerkt? Ik wil natuurlijk wel kijken of die fan dood is. En of het is gelukt met de lava. Want anders ligt ze zwaard daar nog en dan moet ik ze spullen nu pakken. Oké, ik moet even kijken. Naar beneden. Het lijkt erop alsof het heeft gewerkt. Oh mijn god. Oh, nee, 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 nee. Nee, nu val ik zelf in de lava. Nee, dit is dom, 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 dit is dom. Ik ga dood, 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 ik ga dood. Au, 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 au. Het lijkt erop alsof het heeft gewerkt, want de hele ruimte is gewoon kapot. Dit is echt perfect. Weet je wat? Ik neem voor Torben nog even een souvenirtje mee, namelijk zijn eigen hoofd. En dan kan hij niet gebruiken. Oh mijn god, dit is echt perfect. En nu moet ik maken dat ik wegkom voordat de fan terugkomt om straks nog zijn eigen spullen te pakken. Dit is echt perfect. Oké, ik ben terug in de geheime basis. Ik weet nog niet of het slim is wat ik heb gedaan. En oh nee, ik ben zo dom. Ik had die fan gewoon moeten volgen en ik had die fan moeten bespioneren, want dan wist ik wat Toby was. Oh, waarom heb ik dit gedaan? Dit is zo dom.